Nou ja, kijk, als je weet dat het heel lang heel droog blijft, ja, dan valt er niet tegen het water te geven. Dan valt er niet tegen aan te sproeien, nee, bedoelt dus, u? Nee, dan is het ook een keer klaar. Maar als je weet dan, dat het een paar dagen is, nou, even een klein druppeltje, lukt dan wel. Verwacht u dat het watertekort lang aan zou houden? Ja, denk ik wel. Meer. Want we hebben het vanmorgen toevallig nog over gehad. Ja. Ik zeg, in de krant stond, in Drenthe of zo is het verboden om te sproeien en in Twente niet. Ik zeg, en hier, bij ons in de buurt, zijn de beekjes en slootjes die nog nooit leeg hebben gestaan, die staan leeg. Dus dan denk ik, van waar hebben ze het over? Ik doe geen gekke dingen, dus niet extreem lang douchen of zoiets dergelijks. Maar wat doet u dan specifiek? Bijvoorbeeld met groenten wassen. Dan is het na die tijd het groente of het smerige water, zeg maar, dat gaat in de plantenbak. En dan gaat niet de gootsteen in, zodat het weg is. Dus u bent heel economisch in het watergebruik? Dat idee heb ik er wel van. Ik let er niet speciaal op, maar ik ben ook geen groot verbruiker van water. Dus vindt u het een goed advies dat aan mensen wordt gegeven om zuinig met water om te springen? Dat is altijd een goed advies, toch? Ja. Ik bedoel, alles wat we hebben is schaars. Dus, Heel erg zuinig. Heel snel douchen, gauw afspoelen en stoppen. En is dat iets dat u altijd doet of wat? Meestal wel, ja. Maar ook normaal al. Niet alleen in deze droogte. Zijn de oplossingen die worden gegeven voor het watertekort de goede in uw beleving? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, vind ik eigenlijk. Ja, iedereen moet doen wat hij kan eigenlijk. Zuinig. Dus gebruik weinig. Ik ben meestal weg, dus... Dat is heel simpel, ja, dus. Heel simpel, hè? Ja. U gaat goed om met water. Ja, gas, elektrisch, overal meer. Dus, Er zijn de mensen die denken daar wat anders over, maar die gaan rustig de auto wassen of iedere dag onder de douche. Wat vindt u niet daarvan? Nee, doe ik niet. Ik douche me onderdag. Ik werk niet, dus ik zweet niet. Dus. Koud onder de kraan vaak en noem maar op. En het schijnt ook nog gezonder te zijn, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dus, ja, voor de bloeding schijnt het beter te zijn om koud te douchen. Ja, dat... Ik douche sowieso niet heel vaak, maar als ik douche, dan douche ik gewoon niet al te lang. En verder, ik heb geen tuin om te sproeien of zo, dus ja, dat is ook niet. Maar... Dus aan u moet ik deze vragen eigenlijk niet stellen? Ja, nou ja, ik doe het zo zuinig als het maar kan eigenlijk. Heel zuinig, maar altijd. Ga ik zuinig om met water. Dus deze periode is voor u geen extra stimulans om... zuinig met water om te gaan. Dat zou het kunnen zijn, maar ik ben er altijd zuinig mee. Ja, door de klimaatverandering. Dat is volgens mij de grootste, reden dat er een watertekort is. Dus het kan volgens u, als ik dat een klein beetje vertaal, geen toeval zijn dat het de afgelopen jaren zo droog is geweest? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Wat kan er dan tegen de droogte en de klimaatverandering worden gedaan, volgens u? Oei, dat is moeilijk. Ja, erg. Ja, heel erg. Maar ik kan ook heel slecht tegen de warmte. Dus, Is het volgens u opvallend dat de laatste jaren zo heet is geworden? Dat de rivieren heel laag staan qua stand? Ja, dat is wel heel zorgelijk. Die heeft natuurlijk wel met de opwarming te maken. Het verschuift. Het verschuift, denk ik. We gaan omhoog. Ik denk dat de wereld een beetje gaat draaien of zo. Zie je hoe grote brokken er afgespleten worden in de Noordpool. Dus dat kan niet anders. Het is wel een heel apocalyptisch scenario wat u schetst. Ja, maar zo is het toch? Ja. Zo wordt het ook op televisie duidelijk gemaakt. Misschien gaat het nu weer gebeuren. Ja, onze aarde is wel kapot. Nou, dat is denk ik zo'n 26 jaar geleden verhuisd vanwege het hoge water. En dan dacht ik van, nou, ik wil niet meer in dat gebied wonen in de Betuwe vanwege dat hoge water. Ja, en nu is het zo laag, hè? En nou zit u in de tegenovergestelde beweging. Wat ik begrepen heb, is dat iedere druppel die neervalt hier, dat die in no time de zee ingewerkt wordt door ons sluizensysteem en gemalen. En volgens mij kun je daar dus een heel eind mee reguleren. Dat je minder geeft om, hebben we het weer over de boeren... om de economische waarde van het waterverbruik dan de ecologische waarde. Ik denk dat die ecologische waarde zwaarder moet tellen in dat waterbeheer. Het
twee minuutjes onder de douche. Koud douchen of zo. Ja. Dus jullie zijn helemaal op de hoogte van het watertekort? Ja. Ja. Maar weet je wat ik een heel goed idee vind? Ja. We hebben daar een regenpijp. Maar als iedereen nou eens zo'n blauwe ton gaat, dan kun je dat water gebruiken voor de straat. En mijn dochter heeft een heel klein tuintje, dus dan kun je dat daarvoor gebruiken. Dus de buurman die woont daar verder en die heeft extra tonnen en vangt het water allemaal op. Dat is een heel goed idee. En dan zegt hij, nou Henny, hij water moet hem. Zeg het me dan, maar dan gooi ik de slang eroverheen. Want die is al allemaal verspeeld, het water. We kunnen het opvangen. Zou dat een goed idee zijn dat de gemeente tegen een gering bedrag regentonnen ter beschikking stelt? Ja. Dat zou aansluiten en voor een kleine vergoeding, waarom niet?